Hey, mijn naam is Tim van Langzaamrijker.nl en in deze video geef ik je een voorbeeld en een uitleg van de app van De Giro. Kijk je met me mee? Zoals ik al zei, geef ik in deze video een uitleg van de app van De Giro. Voordat je daarmee aan de slag kan, zijn er eigenlijk drie dingen die je van tevoren moet doen. Uh, stap 1. Je moet een account hebben bij de Giro. Heb je nou nog geen account? Geen zorgen. Binnen 10 minuten maak je een gratis account aan. Uh, wil je daar meer uitleg over zien? Klik even op de link uh, hierboven. Ik heb er een video over gemaakt en daar leg ik uit hoe je het account aanmaakt. Stap 2 is om de app te downloaden. Dat kan in zowel de Google Play Store als de App Store van, uh, van Apple. Uh, de app is verder gratis. Dus als je een Giro-account hebt aangemaakt, kun je de app downloaden en inloggen. En stap 3 is om eventjes een like te geven op deze video voor de YouTube, YouTube algoritmes en op die manier komt de video bij steeds meer mensen onder de aandacht en kan mijn uitleg meer mensen vooruit helpen. Dan gaan we nu door naar mijn telefoon. In het volgende shot zie je daadwerkelijk mijn telefoon. Ik heb hem opgenomen en ik vertel je daar precies wat je allemaal in de app kunt vinden en hoe je de app kunt gebruiken. Nou, we zijn aanbeland in de app en als eerste krijg je het dashboard te zien. Um, in het dashboard kun je een aantal dingen zien. En dan gaan we gewoon eventjes uh, rustig doorheen lopen. Als eerste zie je op dit moment de markt. Je ziet hier bij totaalaccount jouw totale waarde van je account staan. En daarnaast zie je bij dag de, de winst of verlies die je op deze dag hebt gemaakt. Dus hoe de dag tot nu toe verlopen is voor jouw portfolio. Als we dan een klein stukje naar beneden scrollen, zie je de verschillende markten. Bijvoorbeeld de AI Index of de Euro 50. En zo kun je in een ja, oogopslag zien hoe de markt er op dit moment voor staat. Je ziet bijvoorbeeld dat de US markets, dus de SP 500 en de Nasdaq op dit moment op 0% staan. Dat komt omdat het op dit moment 10 voor half één middags is en de markt in Amerika dus nog niet geopend is. En dat geldt eigenlijk ook voor de Nederlandse markten als je in de avond deze app zou openen na de openingstijd van de markt. Staat alles op 0, 0%? Zie je wel de waarde waarop de markt de afgelopen handelsdag gesloten is. Um, maar er wordt op dat moment ja, zeg maar niet, uh, niet gehandeld, dus het is gewoon de, ja, de waarde waarmee de markt de volgende dag weer gaat beginnen. Als dus we een stukje verder naar beneden scrollen zou je hier nog uh, kunnen zien welke aandelen binnen de AEX op dit moment goed of slecht doen. Dus je ziet Today's Winners, Aj agent bijvoorbeeld, Today's Losers, Nationale Nederlander Groep, en op die manier kun je dat bekijken. Zelf gebruik ik dit overzicht eerlijk gezegd niet veel. Uh, heeft eigenlijk twee redenen. De eerste reden is dat ik een passieve belegger ben. Dus ik koop vaste momenten en kijk eigenlijk niet zo erg naar de prijs. Als de markt echt hard daalt wil ik nog wel eens wat extra kopen. Alleen um, over het algemeen uh, uh, ja, kijk ik niet dagelijks naar de prijs. En uh, stap 2, of de, de, de reden 2 is dat... Dit, dit laat wel zien hoe de dag ervoor staat, alleen je kunt natuurlijk niet zien ten opzichte van de voorgaande dagen. Daarvoor kun je veel beter echt naar, uh, naar grafieken kijken. Um, als een aandeel vandaag op uh, plus 3% staat, ja, is dat dan per se goed? Of is hij misschien gisteren wel 10% gedaald? Dat kun je zo in één oog, oogopslag niet zien. Dus voor mij is het minder relevant. Verder kun je hier in het submenu nog op uh, nieuws klikken uh, dan krijg je nieuws van de dag. Uh, mocht je. Ja, handelen op basis van nieuws dan, uh, dan kun je deze nieuwsoptie gebruiken. Ik denk eerlijk gezegd dat ja, het is niet super relevant is. Uh, met name ook omdat: kijk, als je op nieuws treedt, dan moet je er snel bij zijn. Als een nieuws naar buiten komt, wil je eigenlijk voordat de markt beweegt, wil je een aandeel kopen of verkopen. nou als het nieuws op de Giro-app komt, dan, uh, dan heeft iemand het al geschreven. Dan is, ja, dan is het nieuws al oud als in. Uh, is niet zojuist juist bekendgemaakt. Er kan best wel eens een uurtje vertraging in zitten en dan is het nieuws eigenlijk al in mijn ogen niet helemaal meer relevant. En tot slot de agenda. En hier zie je bijvoorbeeld uh, welke aandelen de resultaten van het derde kwartaal uh, op dit moment uh, uh, ja, uitbrengen, zeg maar. Dus dat kun je in het nieuws of sorry, in de agenda bijhouden. Ook daar kijk ik zelf niet zo, uh, niet zo veel naar. Wat in mijn ogen de meest interessante en belangrijkste Tapje is, is hierboven in het blauwe portefeuille. Dit is eigenlijk degene wat ik bekijk op het moment dat ik wil weten hoe mijn, uh, ja, hoe mijn portfolio ervoor staat. Um, je ziet allereerst linksboven, ik ga gewoon even de cijfers, uh, neem ik gewoon even door. Linksboven totaal account. Het is de totale waarde van je, van je account. Dat zijn al je beleggingen, plus je, je cashgeld zeg maar, wat je nog hebt om iets, uh, um, iets te kopen. Rechts daarvan zie je vrije ruimte. Dat is het bedrag wat je nog vrij hebt. Dus de euro's die je vrij hebt om daadwerkelijk een aandeel of een ETF eh, aan te schaffen. Vervolgens zien we portefeuille. Portefeuille is de waarde van je beleggingen. Dus dat is eigenlijk de waarde exclusief eh, de euro's die je account hebt. Daarnaast de euro MMF. Eh, dat houdt eigenlijk in hoeveel geld je nog te besteden hebt. Eh, in mijn geval is dat eigenlijk altijd gelijk aan de vrije ruimte. Maar het kan verschillen. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld een, een order plaatst een, voor een bepaalde prijs. Dus je zegt, uh, ik noem maar iets: uh, aandeel van nou, KPN staat op dit moment op uh, 10 euro en ik wil hem kopen op 9 euro. Dan kun je dus een order plaatsen op 9 euro. Dan is die, die 9 euro ja, niet meer besteekbaar, zeg maar. Want die staat ja, geallockeerd voor. De aanschaf van het KPN aandeel. Dus um, dan kan de vrije ruimte en die euro MMF wel uh, verschillen. Um, dus daar kun je zien hoeveel euro's cash je nog hebt. En hoeveel euro's daarvan daadwerkelijk nog vrij zijn om bepaalde aandelen te kopen. Nou, links onderin zie je de dag. Dat is uh, hoeveel winst of verlies je op deze dag gemaakt hebt. Dus ik sta vandaag op uh, min 8 euro en 1 cent. En rechtsonderin het totaal. Hoeveel winst of verlies je in totaal hebt gemaakt op dit moment 110 ,69 euro Als we dan verder naar beneden scrollen, zie je je portfolio. Dan zie je dus welke aandelen of ETF's je op dit moment in je portfolio hebt zitten. Wat de waarde per stuk is. En wat de waarde in totaal is en wat het verschil per dag is. Als we dan kijken naar Think Global Real Estate, de eerste. Dan zie je daaronder in het rij staan EAM. Dat betekent dat um, deze ETF op de Euronext in Amsterdam wordt verhandeld. 9 stuks, dus ik heb 9 stuks in mijn portfolio. Ze worden verhandeld uh, met, op basis van een eurokoers. En de momentele waarde is 43,52 euro. Daarnaast zie je uh, aan de rechterkant dat ik op dit moment 391,72 euro in deze ETF heb uh, zitten. En dat die uh, vandaag op min 0,06 uh, procent staat. Oftewel, ik heb 24 cent verlies uh, vandaag op, uh, op deze specifieke ETF. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, de Vanguard All World, die eronder staat, wat uh, ja, veruit het grootste aandeel van mijn uh, portfolio is. Daaronder zie je nog een Vanguard All World op de London Stock Exchange, daar had ik een foutje gemaakt. Het was de eerste keer dat ik een ETF kocht, uh, per ongeluk in Londen gekocht in plaats van Amsterdam. Daardoor ook uh, um, transactiekosten betaald. Daar heb ik nog in, in een blog wat over verteld. Uh, en onderaan uh, SP 500 heb ik uh, twee stuks van. Ja, gewoon Wat ik het leuk vond om die eens uh, aan te schaffen en uh, op die manier uh, ja, iets beter de Amerikaanse markt te kunnen volgen. Je ziet daar portfolio staan, rechts daarvan zie je corporate actions. Dan zie je dat op dit moment geen resultaten gevonden zijn. Um, hier komt uh, onder andere dividend te staan. Dus op het moment dat de dividend uitgekeerd gaat worden, um, zul je dat hier zien staan. En um, zie je dus ook hoeveel dividend er uitgekeerd gaat worden. En dat is in mijn geval één uh, ja, per kwartaal voor de Vanguard All Dus één keer per kwartaal krijg je hier gewoon precies te zien hoeveel je betaald gaat krijgen. Bovenaan in het submenu kunnen we naar rekening. Hier kun je eigenlijk zien wat er uh, gebeurd is met, uh, met jouw account. Dus je ziet dat ik bijvoorbeeld op 2110 heb ik uh, 300 euro ge, uh, gestort met Ideal. Um, er stond nog uh, 40,99 uh, in mijn account. Nou, dat is 340,99 euro geworden. Maar je ziet bijvoorbeeld ook als ik verder naar beneden scroll: hier het dividend. Dus je ziet dat ik op uh, de SP 500 heb ik 65, of, uh, sorry, uh, 46 dollar cent uh, dividend gekregen. Op uh, Vanguard All World uh, in uh, Nederland, dus op de, de um, Amsterdamse beurs, 8,32 of 8,32 en dezelfde ETF alleen dan in Londen, 1,25 dollar, omdat ik daar veel minder aandelen van heb. Um, dus dat is het verschil. Verder zie je hier nog orders staan. Op het moment dat je orders open hebt staan, zoals wat ik net zei, hier een, als je een KPN aandeel zou willen kopen voor 9 euro, dan zul je die hier terugvinden. Dus een, een order die nog niet gevuld is, maar nog wel open staat. En je ziet de geschiedenis. Um, je ziet hier nou geen resultaten. In het blauw zie je de tijd ik kan hem ook even aanklikken en dan zeg ik bijvoorbeeld van de afgelopen maand. Filter. Dan zie je dat ik op 25 september heb ik nog de Think Global Real Estate gekocht. 7 stuks voor 42,60 per stuk. En op 8 oktober heb ik de Vanguard All World gekocht. 12 stuks voor 77 euro per stuk. De markt was die dag de dagen ervoor eigenlijk ook flink gedaald. Dus dan heb ik er nog een, ja, een mooi aantal bij kunnen kopen. Tot slot in het submenu achteraan transacties. En hier zie je nog de, ja, de transacties die je hebt gedaan. Eigenlijk wat je net ook zag. Alleen nu zie je het totaalbedrag staan. Dus wat je daadwerkelijk hebt gekocht. Dus ook het bedrag dat je daarvoor hebt, uh, hebt betaald. Nou dat is eigenlijk het hele overzicht van het menu portefeuille. In mijn ogen het allerbelangrijkste menu, want hier, uh, ja, hier gaat het eigenlijk om hè, wat heb je in je portefeuille staan. En hier kun je ook uh, aandelen kopen of verkopen. Dat laat ik zo nog even zien. Verder favorieten. Altijd wel handig om jou, uh, ja, zeker als je maandelijks in dezelfde ETF's belegt, om uh, jouw uh, favorieten zeg maar, in de app te zetten, zodat je niet de verkeerde ETF's koopt zoals ik heb gedaan. En bij overboeken zie je hoe, jou, hoe jij, eh, ja, dan kun je eigenlijk geld overboeken, inboeken of uitboeken. Eh, dus ja, met jouw gekoppelde bankrekeningnummer kun je dan, eh, dan geld overmaken. Nou, hoe koop je nou een aandeel? Dat kan eh, via de portefeuille. Um, ja, voor het idee eh, ga ik drie aandelen van Think eh, Global Real Estate kopen. Die staat hier onderaan, dus ik kan hem hier ook aanklikken. Je ziet hier de koers van de dag. Nou dat zegt in mijn ogen niet zo superveel. Dus ik pak meestal de koers van bijvoorbeeld de afgelopen drie maanden. En je ziet dat die afgelopen drie maanden flink gestegen is. Op dit moment kost de ETF 43,52 euro. Je ziet dat ik negen stuks heb met een waarde van 391,72 euro. En je ziet wat de bied en de, de vraagprijzen zijn. Als je nou een, een aandeel wilt kopen of een ETF, klik je hieronder op koop, dus dat doe ik nu. En je kunt hier een verschillende orders aangeven. Als eerste een limit order, maar je kunt ook een market order of een stoploss of een stoplimit uh, stop order gebruiken. In principe gebruik ik altijd een limit order. En waarom? Als je een market order koopt of gebruikt, dan koopt hij eigenlijk het aandeel voor uh, de huidige prijs. Dus de goedkoopste aanbieders, die koopt hij op. Het nadeel is dat ja, die app weet natuurlijk niet precies hoeveel dat gaat zijn. Dus er wordt meer geld uh, moeten gereserveerd worden. Dus als bijvoorbeeld een aandeel uh, 25 euro kost en je wilt er 4 uh, kopen, dan zou je dus 100 euro moeten hebben. Maar als je een market order gebruikt, moet je misschien wel 150 euro hebben. Zodat de app zeker weet dat je voldoende hebt om die prijs te kopen. Stel de prijs schiet in één keer omhoog, ja, dan heb je dus meer geld nodig. In dit geval gebruik ik gewoon een limit order. Um, nou, aantal, ik ga er op dit moment drie kopen, dus dat vul ik hierin. We zien hier uh, de biedprijs, uh, uh, die is 43,44 euro. De uh, laatste prijs was 43,52 euro. Nou, wat ik doe, voor de zekerheid, ik ga 43,65 euro bieden. 43,65, dan weet ik zeker dat hij gewild wordt. Ik, ik maak een dagorde, want in principe wordt hij nu gewoon meteen. Uh, Gekocht. Um, dus ik plaats de order. Ik controleer hier nog eventjes. Het is een koopopdracht, drie stuks. Een limit order voor een dag. Uh, voor 43,65 euro. Een totaalbedrag van 130,95 euro. Op de Euronext in Amsterdam. Nou, klopt het allemaal? Dan druk je op order plaatsen. En dat was hem al. Als ik nu in geschiedenis kijk. Zul je zien dat inderdaad nu de 25 e van oktober eh, om 12.34 uur, 34, dat is nu, hebben we de orders ge gekocht. Gaan we terug naar portefeuille. Als je goed herinnert had ik 9 stuks van deze ETF. Dat zijn er op het moment eh, 12 geworden zoals dus je ziet. Dus de Think Global Real Estate, daaronder zie je in het klein staan 12 stuks. Eh, en de waarde is gestegen naar eh, 522 euro en 8 cent, doordat ik extra geïnvesteerd heb in deze ETF. Ik hoop dat deze video jou geholpen heeft om beter te begrijpen hoe de app van de Giro werkt. Hopelijk kun je na het zien van deze video niet alleen weten hoe je bepaalde aandelen koopt of verkoopt via de app, maar weet je ook precies wat de verschillende getallen in de app betekenen. Mocht je nou een vraag hebben, laat ze hieronder in de reacties even achter. Ik lees eigenlijk alle reacties, dus ik kom zo snel mogelijk bij je terug. Vond je de video nou leuk? Geef even een duimpje omhoog. En wil je meer weten over beleggen, geld verdienen of geld besparen? Um, abonneer je dan even op mijn kanaal en je blijft op de hoogte van de nieuwste video's. Ik zie je bij de volgende video.